Nou, dit is de oude Philips-hal. Uh, Hier werden vroeger uh, dioden in gemaakt. En wij hebben het gehuurd om een hele leuke kartbaan erin te maken. We hebben nieuwe karts, zijn gisteren net vers uit uh, Italië aangekomen. Het is een flinke metamorfose voor hal A van het voormalige Philips-complex in Stadskanaal. Waar tot 2006 honderden mensen werkten, rijden vanaf 2 december karts. Erik en Mathilde Kootstra uit Emmen zijn sinds augustus bezig met de transformatie. De enorme hal zag er eerst heel anders uit. Een hele grote hal met heel veel kleine kantoortjes. die we allemaal hebben afgebroken. En gewoon een ontzettend uitdaging. Dat tref je aan. Een uitdaging, dat is het ook in commerciële zin. De ondernemers hebben met Speedworld in Emmen al veel ervaring opgedaan. We wilden daar graag uitbreiden, uh, maar uh, helaas uh, is daar de vergunning niet voor afgekomen. Uh. En na een tussenstation van drie jaar in de Prins Bernardhoeven in Zuid-Laren, hebben we eind 2010 uh, via een advertentie in de krant uh, over het Miniatuurpark in Stadskanaal, uh, via TCN, op dit pand uh, terechtgekomen. En uh, het leek ons een uitstekende uh, plek om hier een karbaan uh, te beginnen. Die kaartbaan krijgt een lengte van bijna een halve kilometer. Ook willen de Drentse ondernemers lasergamen, poolbiljarten en een bowling gaan aanbieden. Dat veel mensen vanwege de crisis de hand op de knip houden schrikt het echtpaar niet af. De mensen willen toch uh, leuke dingen blijven doen. Uh, ze, ondanks de crisis gaan ze toch wel een potje maken waar ze zeggen van nou, we willen toch nog graag fun ook in ons leven hebben. Volgende week vrijdag is de opening en dan gaan de echte kaarts rijden.